Shit, oké. Okay. Hij kan niet meer lager gemaakt worden. Dan gaan we gewoon Pokeball gooien. Great Ball moet genoeg zijn, denk ik. Kom op. 2, 3. Ja, oké. Okay. We hebben de Tropius. Nice. Dat betekent dus nu dat we kunnen gaan vliegen en een desert kunnen. Hallo kijkers van Gals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Pixelmon. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. Mensen, zoals jullie kunnen zien, ik sta hier recht tegenover een Charmeleon. Deze Charmeleon is 35, dus dat betekent dat als ik hem nog één level zou omhoog trainen, dat hij een Charizard is. En hij wil ons ook gelijk aanvallen. Nou ja, we gaan hem gewoon proberen te vangen. Vorige aflevering zijn we natuurlijk weer bezig geweest met het zoeken naar een desert. Eigenlijk waar we al heel veel afleveringen mee bezig zijn. Alleen, het wil niet helemaal lukken. Nou vraag ik me af, kan ik dit... Shit. Verdorie. Oké, de Charmeleon is dood. Er zijn een paar dingen waar ik het met jullie over moet hebben. Ten allereerste zag ik Hessel weer ontiegelijk veel reageren op mij. Dylan, je moet dit doen en dat doen. En hij had het vooral over een desert, omdat ik daar moest gaan trainen met mijn Mudkip. Dat is zeker waar. Ik wil heel graag naar een desert toe. Alleen, zoals jullie hier ook in mijn waypoints kunnen zien... Ik heb helemaal nog geen desert. Dus dat is een beetje het probleem. Ik moet er eentje gaan zoeken. Alleen daarvoor wou ik dus graag een flying type Pokémon. En ja, die kon ik dus weer nergens vinden. En nou net had ik dan mijn Charmeleon. En die heb ik dus nu afgemaakt. Doordat ik eigenlijk iets te graag hem nog naar Loa P wou brengen. Dus ja, dat is een beetje uit het plan geveegd om zo maar te zeggen. Dus het is geen Charizard meer. Maar we moeten dus nu echt gaan zoeken. Hessel kwam wel met één andere tip. Als jullie naar mijn team kijken, mis ik een aantal types. Ik mis natuurlijk fire. Ik heb niks aan fire. Ik heb niks aan grass. En toen zei Hessel van wat nou als je naar de jungle toe gaat. En je gaat zoeken voor een Tropius. En die ga je vervolgens vangen. Eigenlijk is dat wel een heel goed idee. Want Tropius is natuurlijk ook een flying type slash grass type. Dus dan heb ik ook weer gelijk een goed iets voor mijn team. Ook al wil ik heel graag een Charizard. Wat natuurlijk logisch is omdat ik ook natuurlijk dit item heb. De Charizard ei. Is een Charizard leuker. Alleen ik denk dat we eerst even naar de jungle gaan. We gaan een Tropius zoeken. Is een goede Pokémon. Hessel had daar ook wel weer gelijk in. Dus ja, als we die kunnen gaan vangen, kunnen we gewoon verder gaan. En dan kunnen we naar een desert gaan zoeken. En dan kunnen we allemaal wat sneller gaan trainen en weet ik veel allemaal. Kunnen we uiteindelijk de Mob Tower gaan gebruiken. Maar goed, dat gaan we dus eerst even doen. We gaan naar de jungle toe. Ik zie hier nu momenteel geen Charmander meer of Charizard meer. Ja, jullie weten wel hoe dat gaat. Die vind je uiteindelijk dan toch niet meer als je hem nodig hebt. Maar een jungle heb ik wel genoteerd. Nou zag ik ook iets anders. Blijkbaar heb ik mijn... Flower Forest, dat is deze, verandert naar Sunflower Plains. Dus als ik nu even teleporteer, ja, kijk, dat is dus heel erg stom geweest van mij. Ik heb dus blijkbaar mijn Flower Forest ding veranderd in Sunflower Plains. En nou weet ik niet waar die Sunflower Plains is gebleven. Dus dat is echt heel erg dom geweest van mij. We hebben ze beide nu nog eigenlijk niet nodig, dus dat maakt niet zoveel uit. Dus we gaan gewoon naar de jungle toe. En dan gaan we even kijken. Het kan trouwens zijn dat jullie een beetje echo horen tegenwoordig als ik aan het opnemen ben. Dat komt omdat ik in mijn nieuwe huisje aanwezig ben. En één probleem is het in mijn nieuwe huisje. Het is nog niet zo vol dat de echo weg is. Dus ja, jullie horen af en toe hier en daar nog wat echo. Ook zien jullie dat mijn cam is veranderd van positie. Jullie zien nu mijn nieuwe huis op de achtergrond. Jullie zien mijn goddelijke bank op de achtergrond. Waar ik, wat het natuurlijk een slaapbank is ook. Hey, en we vinden hier een favorite mail. Oké, leuk. Maar we moeten dus op zoek naar Tropius. En nou ga ik eerst heel even kijken. Jullie zien mij nu naar mijn andere beeldscherm kijken. Want Tropius heeft ook volgens mij wel weer een speciale spawn rate. We gaan eens even kijken. Tropius spawnt alleen in de dag. Nou, laat dat nou eens mooi uitkomen. En overal in de jungle kan die dus zitten. Oké. In de dag, overal in de jungle. Moet een makkie zijn om hem te vinden, denk ik dan toch. Dus we gaan even rondkijken. Hij heeft een 5% kans om te spawnen door de hele jungle heen. Nou, de jungle is best groot, dus we hebben hier wel een voordeel. Mew kan ook ondertussen nog spawnen. Ja, Mew is
Trouwens, een Mew. Mew is eigenlijk best wel makkelijk te vangen. Als jullie snappen wat ik bedoel. Als ik nou straks bijvoorbeeld een Mew tegenkom en ik zet mijn Reap als eerste tegen hem in. Hé, hey, hier is trouwens een Tropius. Oké, wacht even. We gaan eventjes met Tropius in battle. Let's go. Even kijken. Water Gun kunnen we voorlopig... Oeh, dat doet eigenlijk echt helemaal niks. Tackle dan maar. Doet ook niet... Oh, het is er zo eentje. Gastly, doe jij dan maar eventjes. Hypnose. Oké, is in slaap. Nightshade doet niet zo heel veel damage. Is hij nog steeds in slaap? Nightshade. Oké, hij woke up. Hypnose. Oh shit, oké. Hij kan niet meer lager gemaakt worden. Dan gaan we gewoon Pokéball gooien. Great Ball moet genoeg zijn, denk ik. Kom op. 2, 3. Ja, oké. We hebben de Tropius. Nice. Dat betekent dus nu dat we kunnen gaan vliegen en een desert kunnen gaan zoeken. Als het goed is, kun je hierop vliegen. Dus even kijken. Yes, oké, we kunnen vliegen. Dit is echt al een heel erg groot voordeel. We kunnen dus nu gewoon lekker rustig op zoek gaan naar een desert. Wat we natuurlijk nodig hebben om rustig te kunnen trainen. Ik moet zeggen, ik wist in eerste instantie niet eens dat je hierop kon vliegen. Maar het is super handig. Ik bedoel, en we hebben gelijk een goed grass-type Pokémon. Ja, en nou is het echt gewoon zoeken naar een desert. Eventjes langs het Pokécenter zometeen als we de desert gevonden hebben. En dan kunnen we wat sneller gaan trainen als dat we nu de hele tijd aan het doen zijn. Want ja, we zijn nu eigenlijk gewoon een beetje aan het ronddurpen. Wat ik hier wel vind, en hier ben ik heel erg blij mee. Oprecht heel erg blij mee. Een savanna. En deze ga ik ook gelijk eventjes noteren. Want ja, de savanna is natuurlijk een hele belangrijke biome. Plus, er kan heel veel desert in de buurt zitten. Trouwens, was ik zo dicht bij de savanna? En ik zie desert. Ja, ik heb volgens mij een stukje desert gevonden. Het is een kwestie van hier nog... Ja, kijk, hier zijn de cactussen al. Oké, we hebben desert gevonden, mensen. Dat betekent dat we heerlijk kunnen gaan trainen met onze Mudkip. Nou hoop ik alleen heel eventjes cru gezegd dat... Ja, oké, ook nog een Pokécenter hier zo. Ja, eigenlijk beter kan ik het niet hebben. En daar zo zitten alweer andere bergen. Ja, het is natuurlijk... De savanna staat bekend ook om de Zapdos Shrine. Ja, die zullen we hier niet zo 1, 2, 3 vinden. Maar goed, ik denk ik zeg het gewoon even. Want het kan zijn dat hij er zit natuurlijk. Even kijken, we healen onze Pokémon. We hebben nu natuurlijk een full team. Ik zeg niet dat ik deze allemaal hou. Maar... Als main team hou. Maar ja, er gaan nog wel wat veranderingen komen. Mensen zeiden ook nog steeds dat ik de hele tijd een Zubat moest vangen. Ja, jullie weten wat voor hekel ik heb aan een Zubat. Maar goed, misschien dat we dat toch wel een keertje gaan doen om er een Crobat van te maken. In ieder geval, we gaan nu eerst eventjes een klein beetje trainen. Ik wil mijn Mudkip sowieso wat omhoog. En ja, dan voor de rest kijken we nog wel eventjes. Even kijken. Oh, ik zet Tropius in. Oké, nou ja, die kan ook op zich nog wel getraind worden. En je krijgt hier gewoon bauxiet van. Oké. Nou, dat nemen we dan gewoon mee. Voor de rest zetten we Mudkip weer op de eerste plaats. En dan gaan we gewoon... Oeh, die is wel heel sterk trouwens. Ik weet niet of ik die neer ga krijgen. Nee, dat dacht ik dus al. Tropius, kan jij dat doen? Tropius is wel sterk, man. What the fuck? Oké, ik wist dat Tropius sterk was, maar zo sterk wist ik niet. Hij maakt gewoon die Gravelus van 35 easy dood. Alleen, nou moet ik wel eventjes hier een waypoint gaan zetten. Even kijken, desert, zo. En dan kunnen we gewoon rustig naar home teleporteren zodra het moet. En dan kunnen we weer terug als dat nodig is. Want ja, anders is het natuurlijk vrij lastig om de hele tijd heen en weer te gaan. Even kijken, zo. En dan gaan we weer terug naar de desert toe. En dan vanaf daar gaan we wel weer even kijken. Er zijn natuurlijk zat Pokémon hier die we kunnen neermaaien. Scorpie is trouwens ook wel een leuke Pokémon om uiteindelijk te vangen. Ik zie daar een Amboar. Ja, ik heb nog niet zo superveel Pokéballen. Dus dat is wel een beetje het probleem. Ik zou het liefste alles gewoon vangen. Wat jullie natuurlijk ook wel begrijpen. Maar het is een beetje lastig. Gravelers zijn ook nog een beetje lastig. Ik denk ook het beste op Slugma's. En ja, nou Slugma is trouwens wel heel laag, hè. Denk het beste op Nummels en Trapinch. Sowieso wil ik een Trapinch vangen als ik hem tegenkom. En hier zien we even iets. En als dit gaat lukken, hebben we ook een Charizard ei. Oh, hey. Doe eens rustig. Hey. Yo, waarom vliegt hij zo snel?
Erachteraan. Oké. Kunnen we niet wegvliegen? Oké. Kom op. Snel naar beneden. En ja, oké, we zijn met hem in battle. Vorige keer lukte dit. Dit keer niet, want hij is geen flying type meer. Shit. Protect. Ik weet niet. Nog een keer protect. Aaron fainted. Oké, dit is lastig. Want hij is nu op dit moment dus geen fire flying type meer. Hij is een fire dragon. Dus ijs zou heel goed zijn en water. Maar Mudkip gaat sowieso niet eens één aanval van hem overleven waarschijnlijk. Nope, dat dacht ik dus al. Heracross denk ik ook niet. We kunnen het altijd proberen. Armtrust. Nee, oké. Heracross ook dood. Troppy is dan maar. Die is best tanky. Ook niet. Ja, dan houden we weinig over. Misschien dat ik hem in slaap kan krijgen met... Nee, oké. Laat maar. Dit gaat niet werken. Oké, we are out of usable Pokémon. Oké, snel terug naar het Pokécenter. Dat gaat hem dus niet worden. Puur omdat hij geen flying type was, meer is. Als hij een X-versie is. Als hij wel een flying type had geweest, had ik hem neer kunnen krijgen. Maar ja, helaas. Dat is dit keer niet het geval. In ieder geval, we gaan weer terug naar de desert. We moeten even een beetje trainen nu dan. Ja, je wordt dan toch zo snel afgeleid als er dan opeens zo'n Mega Charizard voorbij vliegt. Dan heb ik echt zoiets van, ja, die kan ik wel vangen. Dat gaat op zich wel lukken. Maar nee. Even kijken. Diglett, die zijn meestal wel laag. Die kunnen we wel aan met onze Mudkip. Ja, Mudkip moet gewoon rustig wat omhoog getraind worden. Het enige probleem wat we hebben is eigenlijk dat ik hem niet kan gebruiken, of niet kan evalueren. Daardoor blijft hij natuurlijk een stukje minder sterk. En dat is wel een beetje het probleem. Want we willen hem zo graag doortrainen. Maar hij moet Hydro Pump krijgen op Swampert. En dat, ja, om dat te doen is dit blijkbaar de enige manier. Volgens Hessel. Dus ja, dan moeten we dat ook maar gewoon doen. Alleen dit is dan weer echt kut gewoon. Dat elke keer als ik een Graveler aanval, dat die ook gelijk in één keer doodgaat. Wat we anders even doen is gewoon... Ik kan wel heel dat heen en weer blijven teleporteren, maar dat is ook zo vervelend. Wacht. Ik pak even mijn Tropius erbij. En dan vlieg ik heel even naar het Pokécenter toe. Dan gaan we het wel op deze manier doen. En ik denk dat ik beter nu eerst even in de savanna kan staan. Want daar zijn heel veel Growliths en heel veel Vulpixes en shit. En wat ook wel leuk is trouwens. Tenminste, ik weet niet of ik dat nu heb. Heb ik dat bij me? Nee, maar volgens mij in mijn chest thuis heb ik Firestone Shards. Dus als ik eventueel een Arcanine zou willen, kan ik hem vangen. Ik kan een Growlithe gaan vangen. Nou, we gaan maar even rondkijken. Ik pak sowieso Mudkip erbij en dan zien we wel even. Als er een... Ja, kijk, hier is dus al een Growlithe van level 16. Ik ga gewoon kijken, overleeft hij een tackle? Ja, daar overleeft hij er waarschijnlijk nog wel één. Ja, oké. Mudslap? Nee, oké, dat werd hem fataal. Nou ja, weet je, ze spannen hier toch in grote getallen, dus het maakt in principe niet uit. Kijk, hier hebben we er gewoon nog één. Tackle? Oké, net iets... Ja, weet je wat? We gaan maar gewoon een Pokéball gooien. Kijken of het werkt. Ik heb geen flauw idee. Hopelijk wel, anders moet ik nog meer Pokéballen verspillen. Nou ja, oké, nee, dat werkt dus niet. Great Ball dan. Please? Kom op. Ik wil die Growlithe. Ja, ga door. Yes, oké, we hebben Growlithe. Nice. Deze heb ik zo even gevangen. We hebben natuurlijk nog een Fire Pokémon nodig. Voor wie ik hem in mijn team ga doen of hoe en wat, dat heb ik allemaal nog geen flauw idee. Ik moet nog een leuk team samen gaan stellen. Maar ja, dat duurt voorlopig nog even voordat dat allemaal gedaan is. Want we zijn eigenlijk nog vrij aan het begin. We zijn nog lekker bezig. We moeten nog het een en ander wel trainen. We kunnen op een gegeven moment ook wel teruggaan naar de gym. Alleen ik werd door Hessel aangeraden om gewoon eerst even in de desert te gaan staan. Gewoon rustig daar even mijn Pokémon te trainen. En dan verder te gaan. Want ja, het probleem is zeg maar dat die gyms zijn meestal vrij sterk. Jullie hebben waarschijnlijk ook in Guido's solo Pixelmon serie gezien. Dat als Guido een gym tegenkwam die equal was, dat hij eigenlijk echt superveel moeite ermee had om hem neer te krijgen. Terwijl als dat je gewoon een trainer tegenkomt in het wild, is het natuurlijk super easy. Deze trainer is level 20. En met Fire Pokémon en zo. Oké. Was dat? Oh, dat was zijn enigste Pokémon ook gelijk. Oké. We hebben een Dugtrio. Ja, dat ga ik ook nog niet doen, want die maakt mijn Mudkip ook in één keer af. Wat is dit voor trainer? Level 38. Dat is wel heel hoog. Ik moet Mareep ook nog trouwens een keer trainen. Maar ik zit eigenlijk echt te wachten tot ik een keer een XP share ga maken.
Wat ik daar ook weer voor nodig had, volgens mij moeten we daarvoor naar de Nether. Ik weet het niet eens zeker meer, maar volgens mij wel. Volgens mij moest je naar de Nether en dan vervolgens moest je glowstone hebben. Oh wacht, maar dat kan ik ook wel in de normale wereld halen trouwens, glowstone. We moeten binnenkort maar even kijken hoe je het ook weer een XP share maakt. Ik denk ook dat daar volgende aflevering wel even mee bezig ga. Gewoon puur omdat, ja, eigenlijk een XP share natuurlijk super handig is. Ik kan Tropius hier de tank gaan gebruiken terwijl ik dan Mudkip train. Dat is ook wel super fijn. Want Mudkip is momenteel super squishy natuurlijk. Omdat, ja, hij is nog in zijn starter phase. En eer dat hij level 42 is, duurt wel eventjes. Maar ik volg gewoon Hessel's raad op. Ja, ik weet dat Hessel mij de vorige keer in mijn serie natuurlijk ook super veel geholpen heeft. En voor de mensen die mijn vorige serie hebben gekeken, die weten dat ook nog. Maar ja, daarom luister ik gewoon heel vaak naar Hessel. Niet dat ik de andere comments niet lees hoor. Net zoals dat iemand zei van zet eventjes de biome onder je map. Dat heb ik ook gedaan. En ja, in ieder geval, alles komt wel door. Ik maak niet overal gebruik van. Want ik vind het ook wel leuk om een beetje op mijn eigen manier te spelen. Maar sommige dingen pik ik er wel uit en daar hou ik me gewoon aan. Maar dit bedoel ik dus alweer. Ik vecht tegen een Diglett, die doet twee keer magnitude en mijn fucking Mudkip is bijna dood. Daarom moet ik dus echt een XP share hebben. Als ik dit bijvoorbeeld bij deze, bij Geodude, ik doe één keer Watergun en Sturdy. Nou, dan heeft hij al een kans om één keer aan te vallen. Dan is mijn Mudkip alweer bijna dood. Dat is wel een beetje vervelend. Is natuurlijk ook de early stage en ik zie een Trapinch. Ja, gaan we de Trapinch vangen of gaan we het niet doen? We gaan wel snel door onze pokeballen heen op deze manier. Maar dat is een Trapinch van level 32. Ik wil hem liefst zo laag mogelijk. Laten we deze doen. Zo. Tackle. Overleeft hij wel? Of toch niet? Oké, ik dacht dat hij een tackle zou overleven. Ik zie daar ook weer een Mega Venusaur. Oh. Wel, even kijken. Wat voor Mega Venusaur is het? Is het gewoon een rare? Het is gewoon een rare. Ja. Gaan we die aankunnen? Ik gok bijna van niet, maar we gaan het gewoon proberen. Arm Thrust. Dat doet helemaal geen damage. Oké, Chip Away. Ja, oké, dat doet wel wat. Chip Away. Tot nu toe heeft hij nog geen aanval op mij gedaan wat effective is. Oh, dit is er eentje die alleen Sweet Scent doet waarschijnlijk. Kom op. Oh nee, hij heeft me gepotioned. Dat maakt niet zo heel veel uit trouwens. En hij is neer. We hebben gewoon ook de Venusaurite. Oké, nice. En we hebben een Rare Candy gekregen en een Shedbell. De Shedbell weet ik nog steeds niet helemaal wat het is. De andere items hebben we in ieder geval wel. Dus even kijken. Dan gaan we even deze kant op. Hier hebben we nog wat Slugma's en zo. Gaan we die even afmaken. Of tenminste, hier hebben we ook Dugtrio's. Ja, ik weet niet precies wat het beste is. Mijn Mudkip is wel bijna dood. En wat me opvalt, ik ben nu zoveel afleveringen bezig. Maar ik heb ook nog steeds geen shiny gezien. Ik weet het, shinies zijn natuurlijk super rare. Maar als jullie naar de vorige solo Pixelmon kijken. Dat vond ik eigenlijk wel grappig. Toen begon ik ergens de derde aflevering. Liep ik door het bos heen en zag ik een shiny Murkrow. Toen had ik echt zoiets van, oké, what the fuck? En ik weet wel dat ik die shiny Murkrow heb ik volgens mij Noah genoemd toen. Ja, Noah was het. Maar goed, even kijken. We zijn hier nog steeds gewoon een beetje aan het zoeken. Ik ga denk ik nu toch wel een Trapinch vangen. Ik moet, ja, level 20, perfect. Even kijken, level 20 Ghastly inzetten. Dan doen we Hypnose. Ja. En Nightshade, overleeft hij er daar één van? Daar overleeft hij er zelfs twee van. En dan heeft hij rood HP. Oké, Great Ball. Let's do this. Ja. Kom op. Trapinch. Yes, oké. Mensen, ook werd er aan mij ontzettend veel gevraagd van Dylan. Ga je weer namen op de Pokémon zetten? Dit is gewoon een klein beetje een probleem. Ik weet nog, in mijn vorige solo-serie moest ik elke keer wachten met opnemen totdat ik eigenlijk de namen en de reacties had gezien van de vorige aflevering. En een beetje het probleem daarvan is dat je elke keer moet gaan zitten wachten om tot 4 uur. Dan komt de video online en moet je kijken, nog meer wachten, want dan heeft nog niet iedereen zijn reactie achtergelaten. En ja, dat duurt gewoon heel erg lang. Dan ben je heel lang bezig elke keer met wachten en dan kun je pas een keer opnemen. Ik wil best weer namen op Pokémon gaan zetten, maar ik ga jullie dan niet beloven dat ik het elke aflevering doe. Ik doe het dan af en toe eens een keer tussendoor, zal ik wat namen op Pokémon zetten. Dus als jullie gewoon elke aflevering achterlaten van Dylan, ik wil op een Pokémon, dit is mijn naam.
dan ga ik op een gegeven moment gewoon kijken. Maar ik kan het niet elke aflevering doen. Ik wil het wel doen, alleen dan even wat anders als de vorige keer. Maar in ieder geval mensen, voor deze aflevering was het wel weer. Ik hoop allemaal dat jullie het superleuk vonden. Zo ja, doe natuurlijk eventjes dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering. Later.